Ja, we willen mensen met een beperking een kans geven om weer aan het sporten te raken. En door ze te combineren met een Paralympiër hopen we ze die extra steun te geven, extra motivatie om door te zetten en lekker te gaan sporten. Nou, ik heb vroeger heel veel gesport. Ik ben sinds een jaar of 10, 12 niet meer in staat om te sporten. En ik wil nu graag weer wat dingen oppakken. En meer uitgaan van hetgene wat ik wel kan, dan uitgaan van dat kan ik niet meer. Dus ik ben dat even voor mezelf goed aan het onderzoeken. En toen kwam ik op Twitter dit bericht tegen. En ik heb me ingeschreven en ik ben echt heel erg enthousiast. Ik vind het zo bijzonder wat jullie doen. Dat is echt super. Ik merkte gewoon ook wat motivatie miste om wat meer te gaan sporten. Dus toen dacht ik van, nou, dit zie ik wel als een kans om gemotiveerd te raken om weer wat regelmatiger, wat vaker te sporten en dan ook zoveel mogelijk sporten te doen. En vanuit Samen van Goud heb ik me eigenlijk opgegeven voor CrossFit. Dat is behoorlijk intensief, maar het wel individueel en meetbaar voor mezelf. Dus dat vond ik een goede uitdaging. Het zal wel heel vet zijn als ik muscle-ups kan doen. Dus dat is onderaan aan de stang hangen en dan eigenlijk jezelf omhoog werken tot je eigenlijk boven de stang helemaal uitkomt met gestrekte armen. En dat ook zo vaak mogelijk natuurlijk. Dus dat is wel een van mijn doelstellingen die ik nu kan verzinnen met CrossFit. Ja. Het is denk ik ontzettend belangrijk dat het voor mensen met een beperking mogelijk is om te kunnen sporten. En als wij er als aanvoerder een motivatie voor deze mensen kunnen zijn om alles eruit te halen, denk ik dat dat ontzettend mooi is om te doen. Dan kun je dus op een gegeven moment, denk je, niks meer. En vandaar dat dit initiatief zo hartstikke goed is om te ontdekken dat je dus eigenlijk nog heel veel kan, wat leuk is ook gewoon.